Ja, het maakt wel indruk allemaal, die grote trekkers. Maar er moet ook wat geleerd worden. Bijvoorbeeld dat een ploeg behoorlijk kan uitzwenken. En dat als een weg smal is, je als fietser beter aan de kant kunt gaan voor de tractor. Ja, dus niet ervoor blijven fietsen de hele tijd? Nee, zeker niet. Want dat irriteert de bestuurder. En dan gaan ze toch proberen om in te halen. En dan gaat gewoon dan gebeuren ongelukken. De belangrijkste les is de dode hoek. Dames, kan de chauffeur jullie zien? Ja. Is dat belangrijk? Ja. Waarom? Anders gebeuren er heel veel ongelukken. Ja. En wat is jullie nou opgevallen hieraan? Dat je ver moet staan voordat je echt iemand goed kan zien in zo'n grote machine. De jongens van de mbo-opleiding vinden het belangrijk om deze lessen te geven. Zij rijden vaak op de weg met een trekker. Ja. Heb je wel eens meegemaakt, fietsers naast je, en dat je dacht, oh... Ja. Ja, dat echt al vaak zat. Kijk maar naar de spiegels van de tractor. Dat je ooit dan zegt dat je achter die spiegels zit, dat je hem niet gezien hebt. En in één keer staat hij langs zo. Daar vind ik het ooit dan in mijn eigen oor, dat bracht ik er goed af. Ja, echt. Dat heb ik al een paar keer gehad. En dan zit de les erop. En dan gaan we natuurlijk nog even op de foto met zo'n stoere tractor.